Met 5 minuten hebben we de prijsuitreiking, want de eerste deelnemers die gewonnen hebben, die zijn bekend inmiddels. En dat is... Ja, dit is gewoon genieten natuurlijk. Dit is gewoon de mooiste plek ter wereld om een triathlon te lopen. En alle omstandigheden werken mee. Prachtig weer en geweldig ambiance. Dat wordt alleen maar enthousiaste verhalen. En we beginnen met kwart triathlon. We beginnen met de mannen senioren. Dan wil ik graag als eerste hier naartoe hebben Gerrit Pijker uit Hallem. Gerrit Pijker uit Hallem. Daniel Hennendorp uit Bochel. Hans-Peter Lucas uit Zwolle. Hans-Peter. Ja, dankjewel. Nogmaals applaus voor deze Riot. Nummer 3 is geëindigd. Mark Bouvet uit Noordwijk. Mark. Nummer 2 is geworden. Dennis van Hinten uit Almere. Dennis. Nummer 1 is geworden. Vincent Dijk uit Oudijk. Vincent. Oké, nogmaals een applaus voor deze mannen. En ze zijn de senioren, de vrouwen, beneden de 40. En dan is ons derde is geëindigd, Marjolein Vries uit Haarlem. Marjolein! We zijn dubbel trots op de nummer 2, want het is onze eigen Ali Snoep. En Ali kennen we, komt zij met een smile on her face. Ja, natuurlijk. Daar is ze, Ali. En de nummer 1 is geworden, goed kijken, Marjan Andringen van der Wout uit. Marm! Met de bloemen van Marjan en de bon van Kivati. Nogmaals applaus voor deze dames. Fantastische prestatie. 40 jaar en ouder. Nummer 3 is geworden, Anke de Boer uit Almere. Nummer 2. Jolien Kool uit Groesbeek. Nummer 1 weer uit Almere, Christa Heijen. Christa. Oké. Even op het foto moment. Dames, super klein. Mannen, mannen beneden de 40. En als nummer 3 is geëindigd, Wout Hendricks uit Nederasselt. En nummer 2, Alexander van de Water uit Leusden. En nummer 1 is geworden, Hannes Vellenbouw uit. IJzerkund, en de prijzen die je ontvangt van ons allemaal in Rustenburg. We gaan naar de mannen 40 plus. En als Dennis eindigt, graag op podium, Hendrik Hoekstra uit Joure. Vanuit de buurt, 12 kilometer hier vandaan. Otto Doornbos uit Emmeloord. Nummer 2, Otto Doornbos. En eveneens uit Emmeloord, nummer 1, Kerst Beukens. Ja, dankjewel. Van de kwartfinale van de vrouwen, van ons derde geworden, sorry, ons derde, Carolien Slot. Carolien Slot uit Den Helder. Carolien, helemaal uit Den Helder hier naartoe gekomen. Nummer 2, Klazina, politiek uit Groningen. En de nummer 1 is geworden, Lopke de Hollander uit Naarden. Lopke. En ook nog complimenten voor deze dames. En dan gaan we naar de vrouwen van 40 plus. De nummer 3 is Sandra Muller uit Emmeloord. Ga ik meteen door naar de nummer 2. Dus uit Urk, Gerita Ruizendaal. Het is Gerita. We gaan naar de nummer 1. Dat is Elsie Pieter Vos uit Ede. Gaan we met 2 staan en Sandra die zal vast de prijs op stuur krijgen. Wij zijn chauvinistisch. We hebben ook gewoon een categorie Urkers. Van de beste Urkers die er meegedaan hebben. En dan gaan we naar de kwart triathlon. En als nummer 3 is daar geëindigd Jacob Snoep. En nummer 2, Tjeerd Popkema. Dat kan maar één de beste zijn. Hij is echt heel diep gegaan. Hij heeft veel pijn geleden, maar dat kan de familie Snoep. Kees Snoep. Yes! Even een dik applaus, Kees Snoep. En hij heeft een fantastische prestatie. Ja, jongens, nogmaals applaus voor onze eigen Urker Diehards. Die zijn ze. Maar ik kort even Ali Snoep, want zij is gewoon de nummer 1 Urker. En dan krijg je gewoon nog een prijs. Een toch gevuld podium. Als andere Ali, kijk even naar ze. Naar de foto. Hey! Ja, fantastisch.
achtste triathlon is als derde geëindigde Bettina Hakvoort. En nummer 2 is geëindigd Tini de Vries. Tini. Dus volgend jaar gaat ze gewoon voor de eerste plek. Nummer 1, we hebben er ook al eens zien staan met Griete Ruijsendaal. Griete. Wat vond hij dan? Heel goed. Van de Urkers. Van de mannen in de achtste triathlon. Mijne de Boer. Nummer 2. Dat is zeker de broer van Lucas Rustenburg. En dan als eerste is geëindigd onze oud-schaatser Teunis Hoeknagel. Teunis. Oké. En dan nogmaals een applausje even voor de vrijwilligers en organisatoren voor dit prachtige evenement. Het mooiste plek hier. Mooie ambiance. Tot volgend jaar. Want dit evenement kunnen we graag inhouden. Dus nogmaals, hartelijk dank.